Ik heb het hier eerder gezegd dat de president de jonge meisjes in de massagesalons laat gaan. Maar president, met uw beleid bent u bezig het volk zelf zwaar te ontkleden. Eén ogenblik, lid Gayadin. Kunt u uw zaken anders formuleren? Voorzitter, ik blijf erbij wat ik eerder heb gezegd hier in het parlement, dat de maar, president... Maar, u kent de regels toch? Als u erbij gaat blijven, gaat u niet verder praten. U neemt uw woorden terug, lid Gayadin. Als u dat wenst, dan zullen we dat u moet het zeggen namelijk. Dan nemen we het terug en we geven aan dat de president de jonge meisjes... Het beleid erop gericht is om de meisjes naar massagesalons te sturen, voorzitter. Die gaat u ook terugnemen. Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van uitlatingen van een uw leden van uw geacht college, welke niet alleen zeer kwetsend, beledigend, denigrerend en zelfs zeer onfatsoenlijk waren jegens het staatshoofd, was ik genoodzaakt ter bescherming van het instituut van de president vroegtijdig de vergadering te moeten verlaten. Inderdaad zijn er ontoelaatbare uitlatingen gedaan en het instrument wat we daarbij hebben is natuurlijk dat de spreker de woorden terug heeft genomen. Ze worden geschrapt uit de handelingen, ze zijn weggehaald uit onze video's. We kunnen natuurlijk met de huidige moderne technologie niet vermijden dat het is gehoord, maar ik wil dat wel even vastleggen. Het zal dus niet meer te vinden zijn in de handelingen van de Nationale Assemblée. Die samenleving weet meer dan genoeg. Lid Gayadin. We nemen dat terug, voorzitter, vermoeit u niet. Lid Gayadin, die samenleving begrepen. U neemt die woorden terug en... Ik heb haar aangegeven. Want ze gaan worden verwezen. Ja, voorzitter. Ja. En mogen... dan, even. Lid Gayadin heeft die woorden teruggenomen, dus ze worden verwijderd. Ik kan u verzekeren dat dit gedrag van bedoeld lid politieke gevolgen zal hebben. En wanneer hier de president hier komt en dreigingen uit naar welk lid dan ook, voor politieke consequenties dan ook, om dreigend over te komen, voorzitter. Dat doet meestal gebeurt dat wanneer mensen zwak zijn, weet je. Uw punt van orde moet u maken. U heeft het gemaakt. U vindt dat de president niet mag zeggen wat hij heeft gezegd. En u vraagt of de stoel dat toelaat. Is dat het? Ja. De president gaat niets terugnemen, omdat, en ik ga u uitleggen waarom. Hij heeft niet gezegd dat gaan staatsrechtelijke gevolgen hebben. Hij heeft niet gesproken over rancune. Maar we begrijpen natuurlijk dat in de politiek er altijd gesprekken gaande zijn tussen alles en iedereen, ook de oppositie en de president. En wanneer dit soort dingen gezegd worden, dan hebben ze politieke gevolgen niet. Omdat iemand u iets gaat doen, maar omdat de politiek nou waarschijnlijk op een ander spoor gaat worden gevoerd. Dus ik versta helemaal geen enkele bedreiging daaronder. En ik ga ervan uit dat de president als staatshoofd ook geen bedreiging kan hebben bedoeld. Want dat mag hij niet doen. Ik denk dat we deze issue achter ons moeten laten. Ik heb u al gezegd, het was onaanvaardbaar. Daarom heeft u het ook teruggenomen. Ik wil dat we de issue achter ons laten. En we gaan geen enkel ding terugnemen. President, ik vraag wel dat we hiermee de zaak achter ons laten. Omdat natuurlijk juridisch technisch gezien en volgens onze regel is die opmerking weg. Het bestaat niet meer. President. Voorzitter, volgaarne voldoe ik aan uw verzoek. Edoch, ik denk dat... het een en ander toch wel uitleg nodig heeft, voorzitter. Want ik heb gezegd, het zal politieke gevolgen hebben. Natuurlijk zijn er mensen die politiek bedrijven op een hoog niveau. Er zijn mensen die politiek bedrijven op een lager niveau. En er zijn mensen die politiek bedrijven op een heel laag beetje, voorzitter. Maar voorzitter, in de politiek zijn er mensen die scenario's maken. En zij die scenario's maken, kunnen u van tevoren zeggen dat bepaalde zaken in tijd politieke gevolgen gaan hebben. Ooit heeft iemand me gezegd,
Een varken blijft een varken. Is en blijft een varken. En ik had het nooit zo goed begrepen. Ja, is logisch. Een varken is en blijft een varken. Maar soms kan het zijn dat een varken een ezel wordt. In de politiek. Ik weet nog, voorzitter, dat er in een organisatie, en zo is het in verschillende organisaties, dat er altijd strubbelingen zijn. Voorzitter, en een lid doet dagen en weken pogingen om mij te ontmoeten, om een geheime bespreking te hebben. En voorzitter, iemand doet alles in het werk omdat hij zijn partij als eerste in contact wilde laten brengen met de NDP. Voorzitter, uiteindelijk maak ik die afspraak met hem. We hebben een gastheer gevonden, voorzitter. De gastheer bestelt eten van welgedag C bij Boyke. En we gaan het nuttigen te Vredenburg. Het eerste wat ik hem zei, weet jouw voorzitter dat je hier zit. Ga je voorzitter bellen, want je moet je niet als een varken gedragen om achter je voorzitter om, wie zou het anders kunnen zijn, niet achter je voorzitter om afspraken met mij te maken. Ga naar de trap en bel je voorzitter. Dus ik kan me best voorstellen, voorzitter, dat mensen zeer gebelgd zijn wanneer ze hun speech moeten houden. Wanneer ik zeg het kan gevolgen hebben, voorzitter. Voorzitter, 2020, dan gaat dit volk gaat de uitspraak doen, voorzitter. 2020 komen de verkiezingen. 2020, onvermijdelijk. Laten we de zegen van de Almachtige vragen om erbij te zijn. Na 2020 zal de NDP, ik weet niet of ik voorzitter ga zijn, zal de NDP niet aan tafel zitten in geen enkele constellatie wanneer de persoon die daar toen gesproken heeft en zich op deze manier tegenover het instituut van de president heeft uitgelaten. Voorzitter, in geen enkele constellatie, als hij erbij zit, is er geen dialoog. Daarom voorspel ik nu al, het kan grote politieke consequenties hebben voor deze politieke keuken. En hiermee ga ik de zaak. Ben ik heel duidelijk geweest, voorzitter.